Wat ik zocht was kennis, om zelf verder te ontwikkelen. En daarbij op zoek naar iets meer dan een college waar je met heel veel mensen zit, maar iets meer persoonlijker dan dat. En eigenlijk ook wel met gelijkgestemden daarin zitten. En gelijkgestemde hoeven mensen in dezelfde situatie. Dus ook mede-ondernemers daarin en te horen wat hun ervaringen zijn en hoe hun ermee omgaan. Omdat bepaalde onderwerpen eigenlijk voor iedereen hetzelfde zijn. Maar iedereen pakt het op een andere manier aan. Ik heb eigenlijk nooit een sperring partner gehad om over leiden van een bedrijf te sperren. Ik voel me soms als iemand die met 240 kilometer per uur over een snelweg gaat en geen rijbewijs heeft en is heel druk verkeer. De rode draad zijn onderwerpen die je elke sessie bespreekt. Maar binnen die sessies is er zoveel ruimte om te hebben over je eigen situatie, met elkaar te delen en in te zoomen op dat. Die ruimte is wel heel prettig. Ik zie dat er meer mensen zijn die ook dat rijbewijs niet hebben. En dat was ook een eye-opener dat er heel veel bezig zijn met dezelfde vraagstukken. En je ziet ook de behoefte ontstaan om later elkaar toch nog een keer meer te spreken over bepaalde onderwerpen. En nou, dat is wat in ieder geval wat mij erg aanspreekt en wat ik zoek in een sessie als dit. De relatie met elkaar.